Mopini. No, 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 waar gaat de tijd? We zitten in de maand november. Deze maandag in de maand november. Het leek voor mij echt nog op gisteren toen ik de eerste aflevering draaide voor dit jaar 2019. En ja, we zitten al in de maand november. Goedenavond en welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Opinie. Ik ben Ryan de Gama en ook natuurlijk voor vanavond heet ik u van harte welkom. Kijkers, waarover zullen we het vanavond hebben? Vanavond hebben we ervoor gekozen om met een ter zake deskundig persoon te zitten om het te gaan hebben over diabetes mellitus. Diabetes mellitus, ook wel in de volksmond suikerziekte genoemd, is een ziekte waarbij verhoogde glucose. Glucose is een heel moeilijk woord voor suikers, waarden in het bloed te vinden zijn. Diabetes, een belangrijke oorzaak van vroegtijdige overlijden, geloof het of niet, maar zou naar schatting 10-15% van de volwassen bevolking in het geheel Caribisch gebied kunnen treffen. Onze gast zal in deze aflevering informatie met ons delen aangaande dit onderwerp. Vanavond in Opinie, diabetes mellitus. Onze gast voor vanavond is Marelva Strijdhaftig, zorgmanager Stichting One Stop Shop voor chronische ziekten. Strijdhaftig is reeds 30 jaar in de verpleging. Zij is langer dan 10 jaar diabetesverpleegkundige en manager van Stichting One Stop Shop voor chronische ziekten. Kijkers, Marelva Strijdhaft. Mevrouw Strijdhaftig, goedenavond. Goedenavond. Welkom in dit programma van ons Opinie. Dank u wel. Ik ben heel erg blij dat u tijd hebt willen vrijmaken om met ons een beetje te komen zitten, zodat we kunnen gaan praten over diabetes mellitus. Ik zei ook wel in de volksmond suikerziekte, yes, of sucrosiki, zoals de mensen dat zouden hebben gezegd. Ja. U bent namens een organisatie hier, mevrouw Strijdhaftig. Laten we daarmee beginnen. Vertelt u me een beetje, namens welke organisatie, of tot welke organisatie hoort u? Nou, ik behoor tot de organisatie Stichting, Stichting One Stop Shop voor chronische ziekten. Ik wilde zeggen Stichting Diabetes Educatie Suriname, omdat de stichting die een one-stop shop in principe een dochter is van Stichting Diabetes Educatie. En de Stichting Diabetes Educatie Suriname houdt zich voornamelijk bezig om landelijk outreaches te organiseren en die awareness te brengen onder het volk. En omdat we dat jaren hebben gedaan, hebben we dus de nood gezien van hoeveel diabetes er zijn in Suriname. Vandaar dus dat de stichting One Stop Shop voor chronische ziekten is geboren. Ja. En binnen dus die stichting One Stop Shop voor chronische ziekten kunnen de diabetes, de mensen met suikerziekte in de volksmond genoemd, terecht voor een jaarlijkse screening. En wat houdt die jaarlijkse screening is? We helpen de huisartsen die dus hun diabetes naar ons toe zenden, helpen we met de jaarlijkse screening volgens het protocol dat we hebben in Suriname. De mensen komen binnen en ze worden helemaal gescreend. Er wordt gekeken naar hun ogen, er wordt gekeken naar hun voeten. Hebben ze wel nog gevoel in die voeten? We kijken naar hun fit, hoe fit zijn ze? Ze moeten een 6 minuten wandeltest doen, hoe fit ze zijn. Er worden een aantal vragen aan ze gesteld wat betreft hun gezondheid. En we hebben een softwareprogramma en daarin wordt alle informatie in verzameld. En dan aan het eind heb je dus een risico zwarte, krijgen ze een spinnenweb. En hoe hoger ze scoren binnen zo'n spinnenweb, hoe meer risico ze lopen
om zeg maar dat ze niet goed gereguleerd zijn, want bijvoorbeeld ze scoren hoog op overgewicht. Dan gaan we met je zitten, we gaan je niets opleggen. Je scoort hoog bij overgewicht, roken en nierfalen. Dan gaan we met je zitten en rustig met je praten van welke van deze items wilt u als zorgvrager het eerst aanpakken? Ja. Niets wordt je opgelegd. We doen het samen. De persoon komt daar als zorgvrager en we gaan rustig zitten en we pakken dus de zaken aan. Wanneer de totale screening heeft plaatsgevonden en mocht blijken dat zo'n zorgvrager, een diëtist, een fysiotherapeut, een psycholoog, een medisch pedicure of de fysiotherapeut nodig heeft, dan kan dat ook binnen de One Stop Shop, vandaar de naam One Stop Shop. Op één plaats doen we dus alles. En we noemen dat integrale zorg dat we bieden aan cliënten die leven met diabetes mellitus. En hoe, van waar het idee? Wie is de oprichter van de stichting? Wie is met het idee gekomen van, hey, weet je wat, we openen een stichting? Ja. De One Stop Shop. Ja. En waar is de poli? Nou, mag ik het een poli noemen of de shop? Ja, de shop. Waar is de One Stop Shop? Nou, ja, we zijn op dit moment op 2 locaties. In principe 3. In Paramaribo zijn we dus op het terrein van het academisch ziekenhuis. Maar al gauw bleek daar te klein. Op het terrein van het academisch ziekenhuis. We zijn geen onderdeel van het academisch ziekenhuis, maar we zijn gewoon daar gevestigd. Ja. We zijn dus onafhankelijk van, omdat we dus ook wel multidisciplinair overleg hebben, waarbij we dus ook de specialisten nodig hebben. Ja, en dus dat we dus die samenwerking kunnen aangaan. Absoluut. En al gauw bleek daar te klein, dus zijn we uitgeweken naar de Andira-straat. En daar hebben we dus logistiek, de administratie, de finance en de marketingafdeling. En het belangrijkste van dit alles is dat we educatielessen geven aan die cliënten. En dat is belangrijk, want ze leren dan 12 weken lang wat suikerziekte is, hoe de behandeling is, wat zijn de complicaties, waarop moet je letten, het belang van bewegen, gezonde leefstijl. En na die 12 weken hebben ze die lessen gevolgd, dan wordt het afgesloten met een cook-out onder leiding van een diëtist. Nou, de oprichter, het is al lang een gedachte geweest van dokter Kloof en dokter Berggraaf, die dus zagen van dus dat wat betreft op het gebied van diabetes mellitus, dat er meer zou moeten komen. Er zijn vaker genoeg onderzoekingen geweest. En wat bleek van dat zelfs binnen hun eigen huisartsenpraktijk het niet zo goed ging met hun diabetes. Dat ze niet goed gereguleerd waren. Ja. En waarbij ze dachten van ja, we are doing a good job, a great job, en bleek van niet. En toen hebben ze gezegd dat met elkaar gaan zitten en al gauw na een aantal jaren kwam ik als diabetesverpleegkundige erbij. Kwamen toen zo ook andere mensen erbij en we zeggen van nee, we gaan dus starten met zo'n stichting om de diabetes te helpen. Dat ze ergens een plekje hebben om te komen. Niet dat de internisten of de huisartsen dat niet goed doen. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we de huisarts willen helpen. Want als je een huisartsenpraktijk hebt, heb je 10 patiënten die dagelijks komen. Hoeveel tijd heb je voor een diabetes? Om met een diabetes bezig te zijn, kan je niet in 10 minuten klaar zijn. Want als wij met ze bezig zijn, zijn we zeker 1,5 uur met ze bezig. Om rustig met ze te zitten, om met ze te kunnen praten. Ja, ook ik als diabetesverpleegkundige heb dat. Bepaalde zaken vertellen ze niet makkelijk aan een arts. Maar ze willen het wel vertellen aan een verpleegkundige. Omdat daar weer een lagere drempel is, zeg maar. Ja, ja. En zo is dus de, in een nutshell verteld hoor, de stichting One Stop Shop voor chronische ziekten ontstaan. Ja. En als de cliënten klaar zijn bij ons, dan krijgt de huisarts sowieso ook een rapportage van ons met de nodige adviezen. En dan zien we zo'n cliënt over een jaar weer terug. Heeft die cliënt de adviezen samen met de huisarts goed gevolgd? Zijn er veranderingen? Dan willen we het over een jaar weer toetsen om te kijken van oké, is de persoon afgevallen? Hoe is het nu met de glucosewaarde? En als de huisarts zegt van weet je, het wordt me een beetje te veel, kunnen jullie me helpen daarmee? Dan doen we dat. En daarom binnen de One Stop Shop is een case manager de spil. Niet de arts, de case manager. Die gaat dus de case managen van zo'n diabetes. Alles omtrent zo'n diabetes kan je dus bij een case manager terecht.
En die volgt van, oké, is die gegaan, die is verwezen naar de fysio, is die gegaan, naar de diëtist, heeft die dus de educatielessen gevolgd en dan blijft die zo'n cliënt pushen. Mooi. Nee, dat is echt leuk. Ja. Nee, dan weten we dat ook weer. Dus je bent van de stichting One Stop Shop. Voor chronische ziekten. Ja. En vandaag gaan we praten over één van die chronische ziekten, waaronder diabetes mellitus. Dus ik wil eigenlijk bijna, ik weet niet als die vraag misschien te technisch gaat worden, maar ik hoop dat u het een beetje plat aan ons kan uitleggen. Mm-hmm. Wat is diabetes mellitus? En wat zijn de oorzaken? Mm-hmm. En hoe herken je als iemand diabetes mellitus, oftewel suikerziekte heeft? Ja. Misschien kunnen we al die vragen één antwoord van. Ik zal het heel eenvoudig uitleggen, omdat ik vind dat oma van Evram of waar dan ook het ook moet begrijpen. Ja, iedereen moet het begrijpen. Suikerziekte is een ziekte waarbij we hebben organen in ons lichaam. Ja toch? En een van de organen is de alvleesklier. En deze alvleesklier produceert insuline. Insuline is een hormoon. En insuline hebben we nodig dat alles wat we eten, dat die insuline, dat die alvleesklier insuline afstoot om dus in principe alles wat we eten, want alles wat je eet wordt omgezet in glucose, in suikers. En dan heb je insuline nodig die de cellen kan openmaken, zodat er geen suiker komt in het bloed. Als dat niet gebeurt, dat die alvleesklier het zij minder of helemaal geen insuline produceert, dan heb je te veel suiker in het bloed. Met het gevolg dat je praat van als die alvleesklier helemaal geen insuline produceert, dan praat je over type 1. En type 1 zien we meer bij kinderen. En dan moeten deze kinderen zonder nadenken insuline spuiten. Als die alvleesklier minder insuline produceert, dan zien we dat de type 2. Vroeger werd het ouderdomssuiker genoemd, maar nu noemen we het type 2. Maar wat zien we gebeuren? Dat ook type 2 bij kinderen voorkomt. Ja. De reden waarom is dat kinderen overgewicht hebben, te kampen hebben met overgewicht, te veel vet om die alvleesklier, brengt die alvleesklier ook in problemen. Hij gaat dan minder functioneren, minder insuline produceren, met het gevolg dat ook kinderen type 2 ontwikkelen. En wat kun je eraan doen? Gezonde leefstijl. Alles valt in staat met een gezonde leefstijl. En letten op je voeding. Geen vettige dingen eten. Niet roken. Geen alcohol gebruiken. Suiker moet je achterwege laten. Helemaal geen alcohol gebruiken? Een man mag 1 shot of 2 shots hebben en een vrouw mag 1 shot hebben, toch? Maar wat is een shot? Dus dat wil ik Ja, toch? Want sommigen beschouwen dit als een shot. Maar dit is geen shot. Een shot is echt een shot, toch? En op dat soort dingen moet men gaan letten. En ik zeg altijd, misschien een beetje een gevoelige snaar, dat we met z'n allen, en met z'n allen bedoel ik bijvoorbeeld het ministerie van Onderwijs, ministerie van Handel en Industrie, ministerie van Openbare Werken, dat we met z'n allen moeten gaan kijken van welke richting willen we op met de gezondheid van onze mensen als Surinamer. Als we zeggen dat we van onszelf houden, dan moeten we met ons allen ernaar gaan kijken. Waarom ik zeg ministerie van Onderwijs? Wat wordt er verkocht op de diverse scholen? Is er daar naar gekeken? Het is een bami, een vettige bami, een vettige tillo, een lumpia, een bara, een roti, noem maar op. En als we kijken waaruit een roti bij wijze van praten wordt bereid, is alleen maar koolhydraten. En te veel koolhydraten kilt ons. Want die koolhydraten worden omgezet in glucose, in suikers. Want alles wat je eet, wordt omgezet in suiker. En als je dat in grote hoeveelheden eet, dan hebben we een probleem. Ja. Dus we moeten gaan kijken, wat gebeurt er op de scholen? Wat wordt er verkocht? Als je kijkt, wat kost een fles water ten opzichte van een sap of een sof? Dan zien we vaak genoeg dat sap en water goedkoper zijn dan water. En dat kan niet. Want wat gaat dat kind doen? Dat kind gaat eerder grijpen naar een sap of een sof dat niet gezond is.
want het zijn alleen maar suikers. Want we moeten gaan leren in Suriname dat op elk product een nutrition fact moet staan. Dat je aangeeft hoeveel suikers zit erin, hoeveel koolhydraten zit in mijn product. Maar dat zien we te weinig. Handelen industrie. Kijk, laten we goed nagaan. Wat importeren we? Wat laten we komen naar Suriname? Toch vaak genoeg, sorry hoor, zijn het meestal de junk dingen die naar Suriname komen. Toch? Die niet meer gebruikt worden. En dat kan niet. Toch? Dus OW moet kijken naar de straten. In hoeveel buurten, hoeveel wijken zien we nog fietspaden? Ja, ja. Iedereen stapt in de auto. Dus in principe is het een gezamenlijk ding. Het is een gezamenlijke aanpak. In principe, ja. van het geheel systeem in principe. Yes. Als we het willen. Maar voordat we naar daar gaan, mm-hmm. wil ik even aan dat voorste stukje nog even te blijven bij de ziekte zelf. Mm-hmm. Dus je hebt ons uitgelegd wat het is. Ja. Je hebt ons uitgelegd wat de oorzaken daarvan zijn. Dus het gezonde mm-hmm. gebrek aan gezonde levensstijl en een integrale aanpak. Mm-hmm. Maar het volgende dat ik wil weten is, hoe herken ik het aan mezelf of aan iemand mm-hmm. dat de persoon leidt aan suikerziekte, mm-hmm. diabetes mellitus? Kijk, het moment mensen merken van, hé, wacht even, ik heb vaker dorst. Ik moet vaker naar het toilet. Bedoelt u met naar het toilet? Bedoelt u plassen? Urineren. Ja. Mm-hmm. Okay. Vaker urineren. Ik heb vaker honger, ik moet eten, ik heb niet genoeg aan eten, ik wil maar eten en eten. En met dorst bedoel ik echt een zodanige dorst dat ze bijna letterlijk met hun mond onder die open kraan willen. Om continu vocht te kunnen krijgen. Zweten, vaker honger zei ik al, infecties die optreden, jeuk aan hun geslachtsdeel, toch? Dat zijn allemaal zaken waarbij je even alert moet zijn. Maar dan heb je ook nog een andere zijde van de medaille. En dat is voor de vrouwen die reeds in hun menopauze zijn. Want vrouwen die reeds in hun menopauze zijn, hebben ook soortgelijke klachten. Van veel zweten, opvliegers, gejaagdheid, agressie, agressief worden. Toch? En als je jezelf niet meet, want meten is weten, dan weet je niet waar je precies zit. En daarom is het belangrijk om je jaarlijks te laten controleren. Jaarlijks een algehele check-up te doen bij het lab, via je huisarts. Zodat je je status kent, zodat je weet wat er met jou aan de hand is. Zeker ook als je klachten hebt, als je kinderen hebt. En je merkt dat kind bijna ieder kwartier of half uur bij je komt. Pa, mag ik drinken? Pa, mag ik drinken? Ma, mag ik drinken? En ook vaker moet plassen. Je moet een belletje gaan rinkelen van, hé, wat kan de oorzaak zijn? Wat is er aan de hand? Laat dat kind gewoon even gescreend worden. Ja. Ja, toch? Als je merkt dat een kind dat al zindelijk is, plotseling begint te bedplassen, kan ook een oorzaak zijn. Kan ook andere oorzaken zijn, van angst, aanval of wat dan ook. Maar altijd eerst denken van, hé, kan het niet dat zijn? Kan het niet suikerziekte zijn? En dan gaan screenen, gaan checken om dat uit te sluiten. Dus dat zijn zo'n beetje in grote lijnen, dus de verschijnselen die je kunt herkennen. Ja. En welke groep welke groepen van mensen of wie kunnen lopen er allemaal risico? Is het aan een bepaalde ras gebonden? Het kan een ieder treffen. Je bent nou jong, oud, dik, dun. Javaan, Hindustan, Kriool, Chinees. Het kan een ieder treffen. Wat we wel merken, en daar zijn we dus erg alert op, is dat bij de Aziaten, we merken dat die eerder ermee geplaagd worden dan bijvoorbeeld het negroïde ras. Het negroïde ras daarentegen is ook meer geplaagd met hypertensie, met hoge bloeddruk. Ja. Dus, maar op zich, diabetes mellitus, suikerziekte kan een ieder treffen. Ja, ja. Het discrimineert niet. Het kan ieder treffen, maar wij moeten er moet een mindshift optreden bij elk een van ons van, hé, ik moet letten op mijn gezondheid, ik moet letten op mijn leefstijl, hoe leef ik, wat doe ik, hoe ga ik met het leven dat ik heb gekregen, hoe ga ik ermee om?
Ja, ja. U zei er zijn twee typen diabetes mellitus. Je hebt type 1, zei u daarnet, leg die ons uit. Ja. En je hebt type 2. Er zijn in principe meer types, maar ik heb dus type 1 en type 2 belicht. Want je hebt ook zwangerschapdiabetes. Oh, ja. Ja, toch, die tijdens de zwangerschap kan optreden. En daarna de zwangerschap, wanneer de vrouw bevallen is, dat het dus weer verdwijnt. Maar zo'n vrouw moet je wel blijven volgen, omdat de kans wel groot is dat het na 5 of 10 jaar wel weer de kop op kan steken. Ja, okay. Ja, dus de type 1 en type 2 zien we het meest. Helaas, als we hebben niet een genoeg data. Daarmee zijn we ook bezig binnen de stichting One Stop Shop om data te verzamelen, zodat we eindelijk kunnen gaan weten hoeveel diabetes er precies zijn in Suriname. We schatten zeker een plusminus 75.000 mensen die dus geplaagd zijn met 75.000. Want dat zou mijn volgende vraag zijn. Hoeveel 75. mensen denken jullie ongeveer dat leed aan deze 75.000. En dat, is toch wel veel. Dan zijn er dan niet bijgeteld de mensen die het wel hebben en het niet eens nog weten. Die lopen gewoon rond. Op een bevolking van 570.000 man is 75.000 wel veel. Is veel. Is inderdaad meer dan 10% van je bevolking. En net als wat ik zei, er zijn ook heel veel mensen die het hebben, maar het niet eens weten. Waarom ik dat ook kan zeggen, ik zei het eerder al, met de Stichting Diabetes Educatie. Als we veel outreaches doen en we de mensen zo screenen, dan ontdek je zeker als je bijvoorbeeld 200 mensen hebt gescreend op die dag, dat er zeker 5 of 10 uit de bus komen met een hoge glucosewaarde. En als je ze vraagt, bent u diabetes, bent u bekend met suikerziekte? Nee, het is me niet bekend. Ja toch? En de mensen, ze slaan geen acht op de signalen, want als ging ik contact gewend, toch? Met alle gevolgen van dien. Dat je mensen plotseling hoor je van, die is dood neergevallen en je vraagt je af van, maar... Wat is er gebeurd? Ja. En daarom zeggen we, meten is weten, laat je controleren. En hoe gevaarlijk is diabetes mellitus? Dus zeg maar, u zegt, kan je er echt dood van gaan als je er niks aan doet? Ja, zeker weten. Je kunt er gewoon dood van gaan? Ja, je moet nagaan, als je glucosewaarde te hoog is, dat je glucoseapparaat het niet eens kan meten. Hij geeft je gewoon een high. Dat wil zeggen van, dat is hij echt. En als je niets eraan doet... Nee, maar ik bedoel, je hebt iemand die dus het niet weet, is er niet van bewust. Zoals je zegt, als ging het Gwinty van de symptomen en gaat er rustig over. En de persoon weet het gewoon niet, dus echt onwetendheid. Wat kan er gaan gebeuren op een gegeven moment met zo iemand? Ja, kijk, allerlei complicaties treden op. De vaten, de zenuwen, die nieren, die ogen gaan achteruit, die nieren gaan achteruit met de gevolgen en de persoon blijft maar leven op met hoge suikers. Je raakt in een coma, dat hart begeeft het en daar ligt hij. Dus zeker wel een ziekte die je niet met een korreltje zout zeker kunt niet. Nemen. Absoluut niet. Je kan het niet met een korreltje zout nemen. En daarom zijn we ook heel, heel streng, ook op de poli waar ik werkzaam ben. We zijn heel streng. Als mensen zich aanmelden, zeggen van ja, ik wil me hier inschrijven, want ik ben diabetisch. Weet u het zeker? Want wij nemen het niet met een korreltje zout. We zijn heel streng naar onze diabetes. Niet negatief bedoeld met streng, maar streng in de zin dat je gaat moeten leven volgens de regels. Want elke keer als die glucose hoog is in het bloed, beschadigt hij iets. Hij kan die ogen beschadigen. Hij kan die nieren beschadigen. Hij kan die zenuwen beschadigen. Hij kan die vaten beschadigen. Met alle gevolgen van dien. Als een diabeet die al complicaties heeft, dat de zenuwen zijn uitgevallen, de bloedvaten niet meer goed functioneren, vernauwd zijn en die een wond heeft, heeft hij geen gevoel in die voeten. Je snijdt letterlijk met een mes onder die voet en ze voelen het niet. Ja, maar hoe kan dat inderdaad? Omdat die zenuwen zijn uitgevallen. Toch? Elke keer, kijk, vroeger, ik weet nog als jong meisje, als ik bruine suiker moest gaan komen voor mijn oma, dan kreeg je bruine suiker in een bruine papieren zak. Je komt thuis, oma zet het op de keukentafel. Ik ken dat niet, no? Nee. Het is net niet van mijn tijd. Net niet. Je zet het op de keukentafel en misschien door allerlei drukte oma vergiet het. Oma vergeet het. En na dagen, want we leven in een tropisch klimaat en we hebben een tropisch klimaat hier. En na dagen, wat zie je? Mieren. Nee, er komen geen mieren, behalve dat er mieren komen. Wat zie je? Die suiker gaat smelten. Dan wordt het stroperig. Dan doorboort hij die zak, dan sijpelt hij erdoor.
Yeah. Oh. And that is exactly what's happened in die bloedvaten wanneer die glucose hoog is. Oh. Dus imagine van wat er gebeurt. En daarom zeggen we steeds aan mensen van, we stressen ze van, die glucosewaarden moeten goed zijn. Want wat beschadigd is in het lijf, kunnen we niet meer herstellen. Kerpelani verkoopt het niet. Maar we kunnen wel de glucoses regelen. En als je suikerziekte hebt, heb je het, is niet als een griep dat je kan behandelen. Oké, geef je paracetamol, neusdruppel, et cetera. En na een week, dan ben je weer gezond. Ja, ja. Als je het hebt, dan heb je het. We kunnen het wel onder controle houden. En als je wil merken van dat je je houdt aan je leven, een gezonde levensstijl, dan kun je ook komen op een fase waar we zeggen, oké, we halen één tabletje eraf, een tweede. Snap je? Omdat het gewoon met een gezonde leefstijl, alleen met voeding, goed onder controle is. Die dus mogelijkheden dat zijn er wel. Ja, ja toch? Dus maar, het is niet zo dat je per se aan de medicatie moet. Er zijn ook andere manieren om het gewoon onder controle te houden. Ja. Je kan door een gezonde leefstijl en door bewegen, kun je je glucose goed op peil houden. We hebben met Stichting Diabetes Educatie hebben we dus ook een sport, een evenement, we noemen het dansbaton. Daar komen de mensen, dan moeten ze 2 uren lang dansen. Onder begeleiding van een fysiotherapeut en een danslerares. De diabeten die komen, die worden voor het dansen geprikt. Als ze gesteld, laten we zeggen, ze worden geprikt, ze hebben een glucose van 10. Want ze hebben meestal al gegeten, ze hebben een glucose van 10 of van 12. Dan zitten we erop dat ze die 2 uren lang gaan dansen, gaan bewegen. U gaat het niet geloven. Na die 2 uren intensief bewegen door te dansen, worden ze weer geprikt. En dan zie je aanzienlijk hoe die glucose gedropt is van 11 naar 6. Of van 12 naar 5 of 7. Gewoon door het stukje bewegen. En daarom mensen die op die diabetes zijn en ze prikken voor het dansen en ze hebben een glucose van 4, want dat kan ook, toch? Dan adviseren we die mensen om toch iets met koolhydraten te gebruiken. Want als ze met een glucose van 4 zo gaan dansen, krijgen ze problemen. Want dan gaat die verder droppen. Met het gevolg dat ze in een coma kunnen geraken. En dat wil je niet. Ja. Dus zo spelen we ermee. En is die samenleving, merken jullie vanuit de Stichting One Stop Shop, dat die, is die samenleving bewust van suikerziekte en de gevolgen ervan? Vinden jullie toch wel? Kijk, ik moet u wel zeggen eerlijk, voordat u antwoord misschien geeft, moet u naar mijn inziens en naar mijn eigen opvatting. Merk ik, dat, of observatie trouwens, merk ik wel dat er de laatste tijd steeds meer gyms worden geopend in Suriname. Yeah. En dat er toch ook wel steeds meer, dat de animo, als je zo langsrijdt en naar de auto's kijkt van de mensen die de gyms bezoeken, merk ik dat het toch wel, misschien kan het aan mij liggen hoor, maar ik merk dat het toch wel redelijk op gang komt. Yeah. Vind ik in Suriname hoor, vind ik. Ja. Kijk, maar zijn mensen er bewust van? Mensen worden gelukkig steeds door de jaren heen bewuster van een gezonde leefstijl. Ja. Ja toch? We hebben dus ook een one-stop-shop in Ikeri. En 7, 8 jaar geleden, als we gingen naar Ikeri, dan was er geen beweging. En als wij gingen en we hadden gewerkt, dan in de middag, dan gaan we naar Zeedijk, dan gaan we trainen, weet je, gaat lopen, een beetje rennen. En we werden echt aangekeken. Maar wat zie je nu? Dat op de maandag, woensdag en vrijdag, dat stukje om het plein waar residence in is, daar het stukje wordt afgesloten. Dat mensen de gelegenheid krijgen om te gaan bewegen. Het wordt gewoon afgesloten. En dan zie je de jongeren, er wordt volleybal gedaan, voetbal. En dat is een goed teken. Ja. Als ik nu ook in de winkel, als je niet vroeg bent, als je komt in de winkel, vind je bijna geen taro en volkoren brood meer, terwijl je dat witbrood ziet staan. Klopt. Dat was een aantal paar jaren niet het geval. Precies. Iedereen greep naar witbrood. Precies. Ja, exact. Toch? Exact. Dus daar zie je weer een stukje bewustwording. Ook wat melkproducten betreft. Je ziet vaak genoeg, als je niet op tijd bent, vind je geen halve volle melk meer of magere melk. Inderdaad, toch? Inderdaad. Die producten gaan er eerder uit. En dat is wat we willen hebben. Het enige is dat je wel merkt dat mensen te weinig weten over, als ze dus diabetes zijn, suikerziekte hebben, dat ze soms te weinig weten over hun ziektebeeld. En dat merken wij binnen de One Stop Shop.
Omdat wanneer de mensen gaan naar de educatie, wanneer ze gaan voor de lessen, dan zeggen ze, boy, dit wist ik niet, dat wist ik niet meer. Het is een eye-opener, snap je? Omdat we geven niemand, nogmaals niemand de schuld, maar als je een diabetes krijgt op je poli en je ziet bijvoorbeeld, of laat zeggen, je hebt iemand gestuurd naar het lab en je ziet de labwaarde, ze van, maar hé, wacht even. Glucosewaarde is hoog, die gemiddelde waarde van die suiker is ook hoog, HbA1c is ook hoog. Deze patiënt is diabetes geworden. Kom binnen, meneer, mevrouw, u bent diabetes. Ja. En ze zeggen het van, ja, maar mijn arts heeft me niet echt uitgelegd. Gelukkig dat ze nu, heb je Google, mensen kunnen gaan googlen, meer informatie inwinnen. Ja, maar het is altijd beter om een one-on-one gesprek te hebben met de mensen om ze precies uit te leggen. Dus die bewustwording komt steeds. En wanneer komt die bewustwording het meest? In de maand november, helaas. Dat we in de maand november door de pers afgebeld worden voor interviews van over suikerziekte. Maar van deze plaats wil ik vrijmoedigheid gebruiken. Om toch wel werelddiabetes. Ja, toch? Dat het niet alleen blijft in de maand november. Maar het moet het heel jaar door zijn, toch? Dat er ook op de televisie... Want de Stichting One Stop Shop heeft niet de financiële middelen om infomercials constant ja. Weet je, te vertonen op de televisie, want die dingen kosten geld. Dus er moet meer bewustwording komen, meer awareness komen ten aanzien van een suikerziekte. Ja, ja, ja. We hebben voor deze aflevering wat mensen op straat gevraagd om te kijken, als ze bewust zijn, als ze überhaupt weten wat suikerziekte inhoudt. En als ze ervan bewust zijn, wat de symptomen zijn van suikerziekte en alles daar rondom nog een beetje en nog meer. Laten we even gaan kijken wat de mensen op straat zeggen over diabetes mellitus, het onderwerp van vanavond in opinie. Kijkt u even met ons mee. Weet u wat suikerziekte is? Het is een soort ziekte dat heel bepaalde mensen erg ziek ervan worden. En bepaalde mensen op dieet ervan moeten en insuline gebruiken ervoor. Suikerziekte is diabetes. Je mag geen zoet gebruiken en dingen waarin suiker voorkomt. Ik heb alleen hoge bloed, ik heb geen suiker. Je moet goed op je eten opletten. En als het moeder, vader heeft, families hebben, dan krijgt het ook. Nou, ik ben niet bekend ermee, maar ik weet wat het is. Het is een familieprobleem, denk ik. Het ligt in de familie. Nou, volgens mij heeft het ermee te maken dat je bepaalde suikers niet goed kunt afbreken omdat je eiwitten mist. En daarom moet je insuline spuiten om het beter te maken. Het is door de voeding wat we gebruiken. Want soms zeggen mensen ons, je moet geen rijst eten. Je moet... Chinese tailleur en die andere dingen. Nou, het ligt aan de voeten van die mensen. Ik heb er wel van gehoord, maar weet je wat het precies weet ik niet. Laat me het zo zeggen, wat bepaalde mensen eten die hun glucose naar boven brengen, het wat hoger. Suikerziekte, wat ik weet is dat het heel gevaarlijk kan zijn, als het gepaard gaat met nog wat andere ziektes bij. Want wat we weten is dat suikerziekte meestal gepaard gaat met hoge bloeddruk. En dat is dan een heel gevaarlijke combinatie. Hoe kan je suikerziekte krijgen? Door bepaalde dingen die je eet. Veel suiker gebruiken. En bepaalde dingen die je eet moet je rekenen en daarmee houden. Je kan er pieker krijgen. Je kan bepaalde, je hebt piekers, je hebt verschillende soorten suiker. Vooral als je suiker laag is in je bloed, dus heb je ook bloedsuiker. Bedoel ik, je moet... Weinig suiker gebruiken. Op je rijst moet je ook opletten. Rijst is de belangrijk, die geeft veel suikerziekte. En het rijst, zeggen ze, heeft al suiker. Dat zo komen die dingen beetjes bij beetjes buiten. Hoe kan je suikerziekte voorkomen? Ja, door te letten op wat je eet. Op wat we eten, dagelijks, niet te veel zoet, ook niet te veel piekeren, want die brengen je glucosegehalte ook naar boven. Ja. Wat is de recie? Moet je gebruiken daarvoor? Om minder suiker te gebruiken, denk ik. Of minder zoetigheid.
Volgens mij door gezonder te eten en door goed op te letten wat je binnenkrijgt. Dan moet je diabetisch worden. Dan kan je geen rijst eten of geen kip meer kopen. Om te voorkomen dat die dingen wat je gaat gebruiken voor je voedsel. Dus geen zoete gebruiken en zo? Ja? Of niet te veel drinken en zo? Veel te sporten, heel veel water te gebruiken en minder rijst vooral. Aldus de mensen op straat. Je merkt dat sommige mensen er wel van bewust zijn en sommige dan ook weer niet. En sommige weten wat suikerziekte inhoudt en hoe gevaarlijk het is en waarop ze moeten letten. En je hebt weer natuurlijk anderen die het ook niet weten. Maar dan zo krijg je dus een mix van het alles in principe. Maar gelukkig hebben we nog mensen, ter zake deskundige mensen die zich echt druk maken over diabetes mellitus in Suriname. Waaronder een van de mensen zitten we hier vanavond mee, mevrouw Streethaftig van de stichting One Stop Shop. Ik zeg, u bent ook een van de mensen die zich dus echt bezighoudt, ja. Want er zijn een aantal natuurlijk. Die ja. Zich, maar u bent ook zeker een van de mensen die zich echt bezighoudt met diabetes mellitus in Suriname. Mm-hmm. Vanuit de organisatie Stichting One Stop Shop. Ja. Wat doet die organisatie om dit vraagstuk diabetes mellitus de kop in te drukken? Natuurlijk hebben jullie normaal de behandelingen in principe toch? Mensen kunnen daar komen voor all-in-one, om het even zo te zeggen. Ja. Maar zijn er ook speciale dingen die jullie doen om dit vraagstuk de kop in te drukken? Ja. Los van de mensen ontvangen gewoon hoor. Even hoor, om iets recht te trekken. Ja. We behandelen niet, we screenen. Oh, jullie screenen zeer. Ja, de huisarts die is en blijft de behandelaar. Hmm. Ja. Het enige wat, dat heb ik niet aangehaald eerder. De enige behandeling dat plaatsvindt binnen de One Stop Shop is als er cliënten komen die diabetes zijn en een wond hebben. Oh. Dan kunnen ze daar wel terecht voor het behandelen voor hun wonden. Wat doen we om diabetes mellitus de kop in te drukken? Mensen die dus zitten in de pre-diabetes fase, die krijgen bij ons ook educatie. En ze krijgen dus de educatie om te voorkomen dat ze in de diabetesfase komen. Snapt u dat? Ja, ja. Dus prediabetes, dat wil zeggen je bent nog geen diabetes, maar je neigt, gezien je glucosewaarde, neig je dus te gaan ernaartoe. Maar je kan het een halt toeroepen doordat je dus de educatielessen volgt. En omdat je die educatielessen volgt en je gaat leren wat een gezonde leefstijl is en het belang van bewegen, kan je het zo lang mogelijk uitstellen, voorkomen dat je diabetes wordt. En dat advies wil ik ook geven aan mensen van alles valt en staat met een gezonde leefstijl. Ja. Omdat de Surinaamse keuken is een heerlijke keuken. Zeg dat maar nog een keer. Het is echt een heerlijke keuken. Als we toeristen krijgen, die praten er ook over van hoe heerlijk onze gerechten zijn. Maar onze gerechten bevatten ook heel veel koolhydraten. En we staan er vaak genoeg niet bij stil. Wanneer je een heerlijke Alfredo pasta voor je hebt, come on. Ja toch? Ja. Maar we realiseren ons niet hoeveel koolhydraten ermee gepaard gaan. Suriname is een land waarin we even onnoemapadi, als we geen rijst eten, hebben we niet gegeten. Ja, ja. Ja toch? Ja. Wanneer je mensen begint te zeggen van, oké, als ze zeggen van ze willen afvallen, eet u minder rijst. Wat? Rijst? Of helemaal geen rijst? Is een probleem, toch? Ja. Vooral een Nigeriaan moet je niet zeggen van, eet geen rijst, want die is met rijst geboren. Ja, ja. Toch? Dus, maar we moeten realiseren dat rijst ook veel koolhydraten bevat. Wanneer we die rijst eten, is die rijst, wanneer het in onze maag komt, ontstaat er een soort explosie plaats van alleen maar glucose dat vrijkomt. En als die alvleesklier niet goed functioneert of minder insuline produceert, dan hebben we een probleem. Dus het zijn allemaal zaken, ook in aardvruchten, toch? Het zijn aardappel, het zijn
cassave, rijpe banaan, groene banaan, nappie, noem maar op. Ook fruit. Ja toch, als diabetes, je mag fruit eten. Maar het is beperkt. Je kan niet de hele manje eten. Je kan niet de halve meloen eten. Je kan niet zes, weet je, want als er manje tijd is, vooral als er een lekkere thee manje, dan willen we zes, zeven thee manjes achter elkaar eten. Dat kan niet. Of een zoete sinaasappel, toch? Yeah. Het is beperkt. Alles mag als je diabetes bent, maar alles is met maat. Het is maat, maat, regelmaat. Toch? Dus binnen de one-stop-shop, als het gaat om te voorkomen dat mensen diabetes worden, dan proberen we die awareness te brengen en we geven de mensen dus die educatie. En we willen natuurlijk veel meer, maar helaas, alles valt in staat met financiën en als je de middelen niet hebt. Want we zouden graag, want we hebben heel veel infomercials, toch? Maar je moet betalen als je het wil laten voor een uitzendtijd. Nou, ja, voor uitzendtijd moet je betalen. Dus, maar misschien kunnen jullie het op Facebook zetten, toch? Doen we ook al. Op Facebook. Want op Facebook is veel goedkoper dan... We hebben dus binnen de One Stop Shop ook een jongere platform. Om ook zo jongeren te bereiken. En die dat via Facebook zijn. Ja. En die bewustwording ook te brengen onder de jongeren. Want er zijn ook jongeren die te kampen hebben met diabetes. Ja, toch? Ja, ja, ja. Dus om zo die awareness ook te brengen onder jongeren. Want jongeren moeten ook bewust zijn van hun gezondheid. Toch? Hoe ga ik met mijn leven om? Toch? Je ziet vaak genoeg hoe men energiedrank gebruikt. En energiedrank, het geeft je misschien wel energie, maar het is alleen maar suikers dat je naar binnen werkt. En als je dat iedere dag consumeert, is het een probleem op den duur. Ja, toch? Ja, de stichting One Stop Shop. Met welk doel is deze stichting opgezet? Want u zegt, laat me even dat totaalplaatje goed begrijpen. Mm-hmm. U corrigeerde me daarnet, mm-hmm. jullie behandelen niet. Nee. Jullie screenen. Oké. Okay. Mm-hmm. Maar hoe moet ik dat zien? Dus ik ga naar mijn huisdokter, of iemand gaat naar zijn huisdokter. Mm-hmm. De huisdokter constateert diabetes mellitus bij de patiënt. Mm-hmm. Of is al diabetes. Mm-hmm. Maar hoe gaat dat eigenlijk, de samenwerking tussen jullie en de huisdokter? Ja. De huisarts stuurt de persoon, kan de persoon sturen naar jullie? Ja. Of hoe moet ik dat zien? De huisarts mag en kan zo'n diabetes sturen naar ons. Het enige wat wij nodig hebben, is labresultaat van de cliënt. Van de cliënt? Ja, en het moet niet een labresultaat zijn dat al 6 maanden of een jaar oud is. Het moet recent zijn. Moet een recente labresultaat zijn. En de labresultaten die we nodig hebben, sowieso de SALI, ik kan zeggen HBHT, dus SALI is bekend zo in de volksmond, ijzergehalte, nierfuncties, leverfuncties, cholesterol, dus het vetspectrum hebben we nodig, moeten weten. Glucose, die HbA1c, dus die HbA1c is die gemiddelde waarde van die suiker, gemeten over de afgelopen 3 maanden. En dat is heel erg belangrijk om te weten. Omdat als cliënten zijn slim, als ze weten dat ze bij je moeten komen voor controle, dan houden ze een vaste. Dan komen ze bij je, prikt ze en ze hebben keurig een glucosewaarde van 5 of van 6. En dan denk je, jeepie, het gaat goed. Maar meet je die HbA1c, dan gaat die exactly aangeven hoe hun glucose gemiddeld is geweest in de afgelopen periode. En daarom, degenen die bij mij op de poli komen, die zeggen van die HbA1c is een klikkerspan. Want dan kan je zien van hoe ze het hebben gedaan in de afgelopen 3 maanden. Ja, ja. Dus dat hebben we nodig van de cliënten als ze worden verwezen naar ons. En ik moet er echt erbij zeggen en het benadrukken dat als de cliënten komen naar de One Stop Shop, het totaal gratis is. De mensen hoeven niet te betalen, ze hoeven niet te komen met een garantiebrief. Is gratis naar Fusoso. Worden ze totaal gescreend. Yes. Maar hoe houden jullie dat vol dan? Hoe doen jullie dat? Want ik bedoel, het moet van ergens komen, toch? Om de zaak op te houden. Om de zaak op te houden moet het toch van ergens Zeker. Komen? Zeker. We zijn, toen we zijn begonnen, want de One Stop Shop bestaat nu al 7 jaar. Toen we zijn begonnen, 7 jaar geleden, was de One Stop Shop dus meer een pilot samen met het ministerie van Volksgezondheid. En we kregen dus toen subsidie van hun. En zo hebben we het kunnen rekken, totdat. Daar ga ik verder niet op in. Maar we houden ons hoofd nu boven water. Sorry, de subsidies kwamen van het
ministerie van Volksgezondheid. Ja. Nu houden we ons hoofd boven water, omdat we dus ook heel veel projecten zijn gaan doen. En we hebben dus donoren, de mensen in het buitenland, in Nederland, hebben we heel veel contact mee. Hebben we dus podotherapeuten, we gaan regelmatig voor trainingen, want je moet je blijven bijscholen. Ja, ja, ja. Toch, en we doen ook heel veel projecten, waardoor we hebben bijvoorbeeld, zijn we nu bezig ook met een twinning. We hebben een World Diabetes Foundation, met wie we ook een project nu bezig zijn met het binnenland. Hoe lang bestaan jullie? 7 jaar. 7 jaar. Ja, dus zo houden we toch ons hoofd boven water. Boven water, ja. Ja. Oké, okay. Nee, mooi. Mooi. Nu zeg ik, ik kan nooit suikerziektepatiënt worden. Ik heb het over mij persoonlijk. Ja. Ik kan nooit diabetes mellitus patiënt worden. Zeg, hij kan u mevrouw strijdhaftig, want ik eet geen zoete dingen. Ik eet alleen zoute chips en ik eet alleen zoute cassava chips. En ik eet alleen maar zoutjes van de winkel. Ik eet alleen maar zoute hapjes. Dus ik kan dan toch geen... Diabetes. Ja, ik kan toch nooit suikerziekte hebben, want ik eet geen zoet. Ja, helaas kunt u dat wel. Want die zoute cassava, die zoute zoutjes, zoutjes worden van bloem gemaakt. Bloemproducten, eet je het, wordt omgezet in glucose. Die zoute cassava die u eet, wordt gegeten, het wordt omgezet in glucose. Maar het is toch zout? Ja, het is zout, maar dat product, cassave, het is hoe je draait of keert, het is gebakken en het is cassave. Dus het verandert in glucose als u het inneemt. En ik zou u dan ook wel adviseren, vanwege het feit dat u van het negroïde ras bent, zou ik toch ook aanraden om ook voorzichtig te zijn met zoveel zout. Want dan gaat die bloeddruk omhoog en bloeddruk wordt ook gerelateerd als te zijn... Een vaatziekte, de hart- en vaatziekte en met het gevolg dat u op de long run dan ook suikerziekte kan gaan ontwikkelen. Want er is al een probleem met het vaat, je hebt al een vaatprobleem. Ja, dus ja. Op de long run krijgt u toch ook een suikerziekte. Dus alles valt in staat met een gezonde leefstijl en bewegen. Dus ik ben niet veilig als ik alleen zo niet roken, niet roken, geen alcohol of laat me zeggen... hou je gedijs wanneer het gaat om alcohol, toch? Een man mag 2 shots, een vrouw mag 1, dus relax. Ja. Oké, okay, u hebt het over shots, maar bijvoorbeeld de mensen die van bier houden. Is bier ook schadelijk? Want hij heeft ook zetmeel erin. Als we praten over alcohol. Waarvan wordt bier gemaakt? Waarvan wordt bier gebrouwen? Van rijst. Van rijst. Dus, is datzelfde liedje weer? Oké. Okay. Het wordt omgezet in glucose, want het wordt gebrouwd van rijst. Dus het is ook even schadelijk. Dus zegt u me eigenlijk hier zo strijdhaftig dat ik zetmeel helemaal moet vermijden? Alles dat zetmeel heeft. Ik ga niet zeggen vermijden, maar met mate. Okay. Maat, regelmaat. Ja, ja. Ja. Nee, nee, dat leer ik iets weer. Wat zijn de toekomstplannen voor de stichting One Stop Shop? Nou, de toekomstplannen voor de One Stop Shop zijn enorm. We willen landelijk willen we meerdere one-stop shops hebben. Niet alleen in Paramaribo en Ikeri, maar ook Brokopondo, Kamerwijnen, Marowijnen. Dus landelijk willen we one-stop shops hebben. Ook want ook de mensen die ver in het binnenland wonen, hebben toch ook recht op integrale zorg. Dus we willen landelijk gaan en dat ons hoofdkwartier in Paramaribo dus... moet gaan groeien tot een kenniscentrum. Een kenniscentrum zodanig dat daar van daaruit alle nieuwe ontwikkelingen, alle innovatieve zaken. Want als je bezig bent met diabetes, het is ongoing. Wat ik 10, 20 jaar heb geleerd, is anno 2019 en straks anno 2020 ook alweer... veranderd, kan je niet meer toepassen. Ja, ja, ja. Toch? Dus het is ongoing. Je moet bijblijven. Ja. En daarom dat we zeggen van, hey, we willen landelijk willen we meerdere one-stop-shop hebben en dat Paramaribo, one-stop-shop Paramaribo, een kenniscentrum moet gaan worden. Ja, ja.
U hebt ons daarnet een hele mooie verborgen boodschap gegeven. Uh-huh. Dat de media u opzoekt. Alleen in de maand november. Ja. En jammer genoeg vind ik het zo pijnlijk om toe te geven dat ook wij ons schuldig hebben gemaakt. Uh-huh. Want inderdaad heb ik u ook uitgenodigd hier in dit programma. Ja. In verband met inderdaad 14 november, Werelddiabetesdag. Ja. Dus ja, ik zal het maar moeten leven met het schuldgevoel dat ik ook mij schuldig heb gemaakt hier aan, inderdaad. Ja. Maar werkelijk, we hebben 14 november diabetesdag. Vandaar ja. Dat wij dachten van, wij praten even dan onder andere met iemand die zich, een van de organisaties, een van de mensen. Mm-hmm. Maar zijn er activiteiten gepland voor deze dag? 14 november? We hebben zondag. Vanuit jullie organisatie? Ja. We hebben zondag aanstaande in Komewijnen, hebben we dus een activiteit. We doen dat niet alleen, we doen dat samen met een van de Lionessen. Homen ten Goede, de naam is me even ontgaan. Hebben we dus zondag in Komewijnen, hebben we dus dan een activiteit. Op die dag zelf, ja, de mensen komen binnen, ze kunnen daar meten. En zo gaan we dus dan 14 november dus doorbrengen. En meestal is er een thema aangekoppeld, toch? Hebben jullie ook een soort van thema? Jullie niet ook wij. Een thema? Het thema komt van de Internationale Diabetic Foundation. Okay. Ja, ja. En het thema voor dit jaar is familie en diabetes. Reden waarom familie en diabetes? Omdat het heel erg belangrijk is dat ook familie betrokken moet zijn in het gebeuren van een diabetes. Als je dus een diabetes binnen je familie hebt. Het diabetes zijn moet geen taboe zijn. Je omgeving moet weten wat er aan de hand is. Ja, ja. Ja, toch, want vaak genoeg schaamt men ervoor om te zeggen, als er bijvoorbeeld collega's aan het werk, om te zeggen van hé, ik ben diabetes. En dat kan niet. Je moet op het punt komen om te zeggen van hé, ik ben diabetes. Omdat als er iets mag gebeuren, gestel dat je glucose zo laag is en je valt neer. En iedereen raakt in paniek, maar ze weten niet dat je diabetes bent. Dat ik kan doen allerlei andere dingen. Ja toch? Terwijl als ze weten dat je diabetes bent en je bent nog aanspreekbaar, dan kunnen ze je iets zoets geven. Ja, snap klopt. Je? Dus het is heel erg belangrijk. Dus familie en diabetes, het is belangrijk dat de familie erbij betrokken is. Ook in huis, dat ieder dus rekening houdt. Hier, we hebben een diabetes in huis. Dus laten we met z'n allen die ondersteuning geven, zodat we weten hoe we ermee omgaan. Want als die het heeft, dan gaan we ook een gezonde leefstijl aanpassen, toch? Ja, dan gaan we niet bewust een chocola, een taart uitgebreid zitten eten voor de persoon. Snap je? Maar een beetje medeleven, dat je rekening houdt van met de persoon. Ja, klopt. Heel mooi. Mm-hmm. Nogmaals voor onze kijkers, waar kunnen ze de one-stop shops vinden? Mm-hmm. Nog een keer. In Paramaribo zitten we aan de voorzijde van het Academisch Ziekenhuis. Ze kunnen ons bereiken op het nummer 44-35-08 of 44-35-07. De voorzijde van het Academisch Ziekenhuis, welke straat? Vluestraat of die andere? Je hebt de Abraham Samson. Ja, de hoofdingang. Oh, die straat van de hoofdingang. Ja, je hebt daar een ATM-machine. Er is een ATM-machine daar. Naast de hoofdingang? Ja, toch? Ja. Is er een ATM-machine. En net naast dus de ATM-machine is dus dan de ingang naar de one-stop-shop. Dat is één. Dat is één. Ja. En in Nikeri zijn we ook, maar dan ook op het terrein van het ziekenhuis. Daar. Dat is het medisch Moedig Center. Ja. Zitten jullie daar op het terrein? Yes. Okay. Dus die zijn de twee locaties waar dat de one-stop-shop... Dat zijn de twee locaties. Waar de mensen de one-stop-shop kunnen bereiken. Mooi. Yes. Mooi. Goed. Mevrouw Hafai, dat was een hele mond vol. Heel interessant. Oh, sorry mevrouw. Strijdhaftig. Ik weet niet hoe Hafai mevrouw zullen hebben. Het kan, het kan. Mevrouw Hafai de mogen. Nee, maar inderdaad mevrouw Strijdhaftig. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Dus ik zou het mooi vinden natuurlijk als u iets kan meegeven aan onze kijkers. De kijkers, no? Ja, zeer zeker. Ik wil aan alle kijkers meegeven. Ken uw status. Weet wat er gebeurt in uw lijf. Zorg goed voor uw lichaam door een gezonde leefstijl op na te houden. Te sporten, te bewegen. En bewegen hoeft niet per definitie dat u een gym gaat betalen. U kunt gewoon thuis in uw comfortzone kunt u bezig zijn met bewegen. Het zij lopen, het zij touwtjes springen, het zij dansen. Potwan bigi poko en je danst een uur lang, is ook een vorm van bewegen. Of door te dweilen, te harken,
kleren wassen, noem maar op. Er zijn zoveel mogelijkheden om te bewegen. Dat is heel erg belangrijk. En ga naar de dokter, laat u jaarlijks controleren, checken, let op uw voeding. Eet niet zomaar, maat, maat, regelmaat en stoppen met roken en geen alcoholgebruik. Ja. Aldus mevrouw Marelva Strijd Haftig, voordat ik weer straks een verkeerde naam doe. Nou, daar hebben we het gehad voor deze aflevering van Opinie. Ik zou het niet mooier kunnen verwoorden zoals mevrouw Strijd Haftig dat heeft gedaan. Om echt te letten, want inderdaad, hoe je draait of keert, alle grappen op ons toch. Hoe kan Brokko kiek, maar alles valt en staat met een gezonde levensstijl. Eerlijk is eerlijk. Daarvoor kom je dus een aantal zaken, waaronder deze hele lastige en vervelende chronische ziekte. Diabetes, mellitus, die niet alleen Suriname teistert, maar zoals ik al zei in mijn inleiding, 10-15% van het Caribisch gebied treft. Dat is niet weinig. Dus zeker wel wat om naar te kijken en aandacht aan te geven. Mocht u deze aflevering hebben gemist of misschien op de helft hebben gezien, misschien bent u net aankomen zitten en hebt u het driekwart gehoord of op de helft gehoord, of een gedeelte van gehoord, geen nood, geen paniek. Dan kunt u gewoon rustig wachten op de woensdag en de vrijdag. Dan herhalen wij hem ook weer om 8 uur voor u. Mocht u dat ook hebben gemist, dan hebben we toch nog een backup. Natuurlijk, Nationaal Informatie Instituut, daar hebben we toch nog een backup. Dat we hem laden op onze YouTube-page, het Nationaal Informatie Instituut. Nationaal Informatie Instituut, daar kunt u dus naar onze YouTube-page gaan. Dan zoekt u deze aflevering van mevrouw Strijd Haftig over diabetes mellitus. En dan kan je er rustig over doorheen gaan in principe. Ik zou bijna zeggen met een pakje chips, maar dat kan ik nu niet meer zeggen. Dus ga dan maar met een kopje popcorn, thee popcorn. Of met popcorn hoor ik hier. Dan of met een kopje thee zonder suiker. Dan kun je dan rustig door die aflevering. Deze aflevering gaat van diabetes mellitus. Blijft u vooral naar kanaal 8.3 kijken als je echt op de hoogte wil blijven van wat er allemaal gebeurt in het land. Zo weet je zeker dat je niks mist en dat je alle ontwikkelingen goed op de voet kunt volgen. Dan moet je echt gewoon blijven kijken naar kanaal 8.3. GovTV, dan krijg je het allemaal aan één geregen. Niks kun je missen. Wens mij u een fijne kijkavond verder toe te wensen. Ik ben Ryan de Gama. Goedenavond. Opinie.